Wat te doen bij een hersenschudding? Wist je dat van alle mensen die op de spoedeisende hulp terechtkomen, maar liefst 80% een hersenschudding heeft? Dat betekent dus dat veel ongelukken gepaard gaan met een hersenschudding. Handig dus om te weten wat je moet doen. En in deze video leg ik je dat uit. De hersenen zijn het meest complexe orgaan wat je hebt. En ook het meest kwetsbaar. Dat zit als volgt. Je hersenen liggen los in je schedel, omhuld door vocht. Een aanrijding in het verkeer, een val van de trap of een botsing tijdens het sporten. Als je hoofd een onverwachte beweging maakt, kunnen de hersenen de binnenkant van de schedel raken. En als die klap hard genoeg is, kan hierdoor schade ontstaan. Bij licht hersenletsel spreken we van een hersenschudding. In de meeste gevallen is er geen blijvende schade, maar je kunt er wel klachten aan overhouden. En herstel duurt soms weken tot zelfs maanden. Bij ernstig hersenletsel spreken we van een hersenkneuzing. In de meeste gevallen is er wel blijvende schade. Ook het herstel bij een hersenkneuzing duurt weken tot maanden. En de kans op blijvende klachten is groter dan bij een hersenschudding. Als er sprake is van een hersenschudding, is het belangrijk voorzichtig en vooral juist te handelen. En dat doe je zo. Stap 1. Kijk of je de signalen van een hersenschudding kunt herkennen. Na een ongelukkig geval op het hoofd of een ander ongeval waarbij het hoofd een flinke klap heeft gekregen, kan het slachtoffer last hebben van hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid, evenwichtsproblemen, slecht zien of dubbel zien, extra gevoeligheid voor licht of geluid, een buil of wond op het hoofd, bloed of vocht uit neus, mond of oor, of zelfs bewusteloosheid of stuiptrekkingen. Om te spreken van een hersenschudding moet het hoofd een klap te verduren hebben gehad, vaak in combinatie met één van deze signalen. Soms kan de oorzaak licht zijn, zoals een bal tegen het hoofd. Of juist ernstig zijn, zoals een verkeersongeval. Kijk uit! Je moet sturen! Waar zijn je armen? Stap 2. Bel direct 112 als er sprake is van een ernstig ongeval, als het slachtoffer last heeft van hevige hoofdpijn of benauwdheid, als hij niet goed reageert of als hij niet goed bij bewustzijn is. Let op! Bij een ongeval op straat is er naast hersenletsel vaak ook sprake van nek- of wervelletsel. Bel daarom bij ongevallen op straat altijd meteen 112 en zorg ervoor dat het slachtoffer stil blijft liggen. Zo voorkom je mogelijke extra schade aan de hersenen, nek of wervels, zoals een verlamming. En draagt het slachtoffer een motorhelm? Doe de helm niet af, maar klap alleen even het vizier omhoog. Stap 3. Bij een minder ernstige oorzaak, zoals die bal tegen het hoofd, is het verstandig om de persoon even te laten zitten en de plek eventueel te koelen. Zie je een duidelijke buil op het hoofd zitten? Dan kun je deze koelen met bijvoorbeeld een natte doek, een cold pack of ijs. Bij lichte klachten kun je contact opnemen met de huisarts. Bij ernstige oorzaken is het belangrijk dat het slachtoffer blijft liggen en zich niet beweegt. Geef dit regelmatig aan, omdat een slachtoffer met hersenletsel moeite kan hebben om zich hieraan te houden. Laat het slachtoffer alleen bewegen als het nodig is om direct de plek te verlaten. Bijvoorbeeld vanwege de veiligheid. Of wanneer het slachtoffer bijvoorbeeld moet braken, mag je het slachtoffer op de zij laten draaien om te voorkomen dat hij stikt. Soms ontstaan klachten pas na uren of zelfs dagen na het ongeval. Vermoed je dat een slachtoffer alsnog klachten krijgt, bijvoorbeeld dat hij in de war is, moeite heeft met praten, bewegen of zien, of een toenemende hoofdpijn heeft, bel dan alsnog de huisarts voor advies. Tot slot, onderschat een hersenschudding niet. Zorg voor voldoende tijd om te herstellen en bouw je dagelijkse leven weer rustig op. Als je namelijk te snel gaat, kan dat het herstel alleen maar vertragen. Dus denk jij dat er sprake is van een hersenschudding? In deze 3 stappen kun jij eerst de hulp verlenen. Kijk of je de signalen kunt herkennen van een hersenschudding en of er mogelijk een klap tegen het hoofd heeft plaatsgevonden. Bel bij een ernstig ongeval of ernstige klachten direct 112. En zorg voor rust en geef het slachtoffer ondersteuning afhankelijk van de ernst van de oorzaak. Voorbereid zijn op kleine en grote ongevallen? Met de gratis EHBO-app heb je altijd de juiste informatie op zak.